de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour 2022. Met de start in Made en finish in Rijsbergen. Dan ga je 160 kilometer fietsen door Noord-Brabant. En de verwachting is dat we aan het einde van de rit wederom gaan sprinten. De leiders draaien vooraan bij de start in Made, waar het publiek talrijk was opgekomen. Het zonnetje scheen heerlijk. En dan is het goed vertoeven in het Brabantse land op deze zondagmiddag. We gaan dan rijden richting Rijsbergen. Jean-Paul van Poppel, sportief directeur van de ZLM Tour, zwaait met de vlag. En dan is het wachten op de eerste uitvallers. De eerste mannen die gaan wegrijden uit het peloton. Dat zijn er uiteindelijk vijf. We hebben Jeroen Meijers, hier kop van het groepje. Met verder Tim Bierkens, Bram Wissel, Axel van der Tuuk en Max Kroonen. Zij rijden een voorsprong bij elkaar van maximaal 4 minuten. En die voorsprong wordt vervolgens stelselmatig teruggebracht door het peloton. Dat wel moeite heeft met de koplopers terug te pakken. Er wordt vaart gemaakt. En dan zien we hier op 14 kilometer van de finish een massale valpartij. Die wordt veroorzaakt door de man in het groen. Elia Viviani komt daar recht uit de kant. Rechts in beeld gebeurt het. Viviani in het groen, in het kantje. En dan neemt hij vervolgens een hele stoet renners met zich mee in zijn val. Viviani, daar kan een streep doorheen wat betreft de ritzegen, wat betreft het algemeen klassement. Wie blijft er dan wel vooraan over? Onder andere Olaf Kooi, de leider van het algemeen klassement. Ook zijn Welsford sprinter van het DSM. We hebben Timothy Dupont van Bingol. En Alexander Selby van Riwal. En Selby, die gaat er nu vandoor. Rond positie 5-6 in het oranje schuift hij op tussen de mannen van DSM door de linkerkant van de weg. En zo probeert hij de renners van Jumbo-Visma, dat zijn Nick van Dijk en Olaf Kooi, te verrassen. Selby gaat vroeg aan en houdt dat tempo dan lang vol. Dat hoge tempo dat hij ontwikkelt. De Deen lijkt dan te gaan winnen, want Olaf Kooi wil nog naar het wiel van Selby. Maar lukt het ook om daarnaast te komen? Kooi, ja, wint dan in extremis deze etappe voor Selby en Welsford. Het kostte de jonge renner van Jumbo-Visma bijzonder veel kracht om Selby nog in te halen. Dat zien we hier in de laatste 100 meter. Moet hij dan nog een klein gaatje dichter richting het wiel van de Deen van Riwal. Maar dat lukt Kooi. Het allerlaatste restje energie in zijn benen spreekt hij aan om de etappe te winnen. Dan komt hij daarnaast en dan drukt hij op het laatste moment zijn wiel als eerste over de finish in Rijsbergen. Zo wint Kooi voor de derde keer in deze ZLM Tour een etappe. Naar ritzegens in Capelle en Goes schrijft hij ook de etappe van Rijsbergen op zijn naam. Kooi wederom aan het feest. Selby op plek 2 verder. Welsford, Dupont, Maresco van Sint-Maartensdijk, Havik van Schip, Sheffield en Desal. Zo ziet de top 10 eruit. En dit is dan het eindpodium van de ZLM Tour 2022. Kooi wint voor Maresco en Van Poeken.